Wat zullen we nou aan de deur krijgen? We hebben hier een pakket voor de heer Extreme Ride. It's Let op, alles in deze video is levensgevaarlijk. Doe dit thuis dus niet na. Sterker nog, doe dit gewoon überhaupt niet na. Veel kijkplezier. Het is van Sinterklaas. Sinterklaas, Russische maffia zou je bedoelen. Het zit erin als kutraket of zo. Het is een samenwerking met AK Fireworks Team. Kom erin, jong. Kom erin. Je ziet er heel betrouwbaar uit. AK Fireworks, mensen. In samenwerking met Sinterklaas. Wie kent hem niet? Welkom op het kanaal van AKH Fireworks. Nou, we zijn natuurlijk al eens eerder met hen in aanraking geweest. En toen hadden ze ook al filmen opgestuurd. Dus we gaan eens even kijken wat ze in de tussentijd hebben uitgespookt. Een cadeautje. Nou, dan gaan we eens even vakkundig openmaken zoals jullie van mij gewend zijn. Ik voel stokken, ik zie stokken. Volgens mij zijn het ratenbanden. Dit zijn de vuurpijltjes met een klapstok. Leuk joh. En dan kan je hem zo dicht maken. Zie je, dan schuif je hem zo erop en eraf. Ik heb hem nou nog omheen geschoven. En dan kan je hem dus in één keer wegsturen de lucht in. En ook versturen met de post. Enig. Wat is het verder? Display fireworks rocket. En als het goed is zit hier dan 300 gram in. Effects, stars en bangs. En daar voorop staat Silver Camaro. Ja, heel duidelijk. Maar Maarten, het leven. Ik heb wel even nagemaakt. Het zijn Engelse pijlen. En overal staat Silver Camaro, maar er zitten wel verschillende effecten in. Meestal zijn het dubbelslag. Volgens mij ook één enkelslag, maar ze weten het ook niet precies. Ja, salut zit er meestal in. Ze zien er mooi groot uit. Ik bedank AKH uiteraard natuurlijk voor deze gulle gift. Juist. Dank je. En... Het is alweer vrijdag, mensen. En dat betekent dat er weer tijd is voor fanmail. Kijk eens. Er zit wat in, hoor. Dit is wel heel mooi. Welkom op een vuurwerkkanaal ADHD Vuurwerk. Oh nee, sorry. ADH Vuurwerk. 058. Dit is net een unboxing. Nou, we gaan eens even kijken. De Scorpions. Die vond ik erg leuk. Heb ik een verpakking van gehad, staat online. En nou, een nieuw doosje. Hartstikke bedankt ervoor. Nou, dan zit er een Herland cakeje in. Een nitraatcake. Little Pirates. Een doosje strijkers. Hartstikke leuk. Silvercrackers, ik heb net gezegd, schitterende strijkers. Ik zal er alweer een nieuwe video van maken, want doe ik ze van allemaal, want je hebt toch mooie volle dozen gedaan. Jordig, hè? Nitraatjes, de Widowmakers. Een kubusknaller, kubische kanonslak. Dan valt hij heel even om. Oh nee, hij blijft staan. Hij blijft toch niet staan. Pak je bombero's. Nogmaals, heel erg bedankt. En tot volgende week, tot de nieuwe fanmail. Het houdt niet op, niet vanzelf. Het houdt niet op. Huiselijk vuurwerk, vuurwerk en huis. Elke week maar weer. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Da-da-da-da-da. Oh, kijk eens. Dit is een Shell. Ja, geen idee welke, maar het ziet eruit als de Italiaanse Shell. Dan zit er een soort trektrak in. Pas op!
Dan zit er een Black Thunder in. En andere Black Thunders die ik al eens gezien heb afgelopen oudjaar. Black Thunder. Ziet er mooi uit. Zat er toevallig op, zien jullie het? Ja? Zien jullie het? Waar dan? Wijs maar aan. Waar staat het? Ja, 60 gram totaal. En 27,5 gram voor de knal. Het lukte, het lukte. En fijn. Kijk, er zit er nog meer in. Wat is dit? Oh, vet. Full Gore, de Original. Dit zijn leuke originele klappers inderdaad. Die heb ik allemaal nooit gezien en gehad. Ik ben er nou al blij mee. Jammer dat er net niet op staat wat erin zit. Maar dat maak ik nog eens een keertje open. Nou, ik wil er eerst een paar mooie foto's van trekken. Voor het nageslacht. Maar dit hebben er maar liefst twee pakjes Sharks in. Shark 3. Vet. Ja, Shark 3 is een soort Cobra 6 met een blauwe vlam ervoor. En dat knalt dan uit elkaar. Zoals jullie wel zouden verwachten. Nogmaals hartstikke bedankt. Ik ben er erg blij mee. En ja, goed, tot de volgende week, jongens. En dan kijken we alweer wat er dan in mijn brievenbus ligt. Thank God it's Friday. En we hebben weer een pakketje. Ik moet gewoon de namen erop schrijven tegenwoordig. MR Fireworks 88 komt die wel af. Er liggen namelijk meerdere pakketten te wachten op mij. En die heeft me deze envelop gestuurd voor Ruben K. Nou, dat ben ik. Zo sta ik ook bekend bij de politie. Fireworks 88 heeft een mooi kanaaltje. Die fan is van het zwaardere knalwerk, zoals we kunnen zien. Ta-da-da-da-da. Nee, dat ziet er leuk uit. Ja, mooi. Het ziet er wel bruut uit. Een beetje als een vroegere betonstrijker, zo met de timefuse erop. Ja, leuk. Het is alweer Sinterklaas, jullie. Is al goed ingepakt hoor, mensen. Ja, er zit al een brief bij. Ja, ja. Kijk eens. Deze wedstrijd gaat dit jaar de strijd aan met AVP en Vuurcrew. Nou, AVP heeft al verloren, want die heeft natuurlijk de brui eraan gegeven, is ik maar net te bedenken. Ja, hoe is dat gekomen? Heel simpel. AVP was jarenlang toonaangevend op vuurwerkgebied. Tenminste op het internet. Iedereen die mee van vuurwerk hield, die ging daar naartoe. Nou, vroeger was het allemaal leuk en gezellig. Op een gegeven moment kwamen al die rare regels erin over ja, zware vuurwerk niet mocht en dat soort zaken. En ja, goed, dat fijn. Dus toen heeft dus AVP bedacht in een jaartje, joh, we sluiten het zware vuurwerk, buitenlands vuurwerk sluiten we af. En toen ging iedereen naar Vuurwerkcrew, want die pakte het toen even mooi over. Jezus, wat is dit, jongens? Zit er nog wat anders bij? Real Pyro's. Vorige praal, die rode kappen en verm. Dit is een extremely powerful sound effect used in fireworks. For outdoor use only, lijkt me verstandig. Kijk, kapje eraf. Zie we hier een munetilon zitten, dat is erg populair tegenwoordig. En voor de rest is dit gewoon een koker. In de achter zit dan waarschijnlijk het kruit. Het is dus eigenlijk gewoon een handwerpgranaat. En met zijn stok eraan, daar moet het een beetje op lijken zo. Ik kan hem aansteken en wegwerpen. 270 gram, jongens. Zeker bedankt nog eens een keer Sunrise voor deze gift. We zijn er erg, erg blij mee. Dus we gaan hem even wakkundig open maken. Nou, Real Pyros hebben we verder natuurlijk al gezien. Dat is het nieuwe forum van vuurwerk. He, een echt forum waar je overal nog over mag babbelen. Ik zie twee grijze dingen erin zitten.
U raadt het al, ik weet het al, inderdaad. Ik ga ze verder uitpakken. Het zakje zit nog dicht, dus ik ga het zakje openmaken en dan gaan we kijken wat erin zit. Spannend hè mensen. Nou jongens, dit is hem dan, de Cobra 8. Ja, eigenlijk is het gewoon te zonde om af te steken. Wat zien ze er mooi uit hè. Mooi designtje. Dat is ja, wel top, moet ik eerlijk toegeven, de Cobra. Doen ze mooi hoor. Ja, de nieuwste hype in 2014. Deze dingen moet je gehad hebben, anders tel je niet mee in vuurland. Zo schijnt het blijkbaar te zijn, maar als je heel nuchter gaat bekijken, is dit gewoon weer een 100 grams knallen zoals we zoveel hebben. De Big Boy, de Makeup Boy, de Ugly Joe, of de Little Joe. Sorry, de Ugly Joe's van Zena. Ja, weet je, ik vind het prachtig gemaakt, maar dit is echt puur merk. Net zoals Nike, net zoals Mercedes en BMW. Ik denk dat de BMW en op zich Mercedes goede merken zijn, maar je hebt net zo goede auto's die een stuk minder kosten. En ja, net zo min als kleding. Je hebt merkkleding, maar je hebt zat kleding wat gewoon ook goed en degelijk is. Dus dit is leuk, maar je hebt ook zat andere knallers die goed en degelijk zijn. Desalniettemin ga ik het toch aansteken. Ik zou zeggen jongens, tot de volgende video, tot volgende week. En dan zien we alweer wat er dan in de brievenbus ligt of aan de deur staat of boven mijn huis gedropt wordt.